Dag lieve mensen van Kleine Freaky, mijn naam is Lotte en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb gisteren een video geüpload waarin ik jullie verteld heb dat het best wel kut met mijn gezondheid ging. Maar ik heb gisteren ook nieuwe medicatie gekregen en het heeft de hele dag geregend. Dus de pollen zijn enigszins weg, waardoor ik me gewoon even weer een stuk beter voel. Dus ik ga er meteen gebruik van maken en ik ga meteen een video opnemen. Ik had namelijk een super grappig idee. Ik kwam op 9gag kwam ik namelijk een grappige meme tegen over Pokémon Pick-up Lines. Ik heb vervolgens op Twitter en op Instagram jullie gevraagd om je beste pick-up lines over Pokémon en Pokémon Go te droppen in de reacties. En ik heb er een aantal super grappige gekregen die ik echt met jullie moet delen, want ik ga er helemaal stuk om. Oké, als allereerste vond ik het echt hilarisch hoeveel mensen niet wisten wat een pick-up line is. Een pick-up line is eigenlijk een zinnetje of een grapje wat je maakt om iemand te versieren als je diegene zeg maar niet kent. Dus ik begon met een grapje. Heb jij een onyx in je broek of ben je gewoon blij om het te zien? Trouwens, ga niet helemaal Marina Joyce op mijn ass omdat ik krabbel op mijn schouder heb. Ik heb gewoon een hele enthousiaste kat. Oké, hier moet ik een microfoon echt dicht bij mijn mond voor hebben, want deze is goud. If I were a needle king, would you be my needle queen? Ben jij een Flareon? Want ik voel echt een vlam tussen ons. Ik ben net als Umbreon. Ik evolueer ook alleen maar in de nacht. Die is leuk. Heb jij ook zo'n last van ratata's? Nee? Dan heb je vast een hele goede poes. Wauw, die gaat echt ver. Ben jij een Pokestop? Want jou wil ik wel swipen. Fucking Tinder. Hey, wat is jouw favoriete Pokémon? De mijne is Electabuzz. Als ik jou mijn Diglett laat zien, mag ik dan jouw Jigglypuff zien? Dankjewel Dion, van te veel gevraagd. Ik gebruik geen pick-up lines, maar ik ben zo klef als een fairy. No! Snap je, Clefairy? Nee, oké. Oké, op Instagram was men nog redelijk netjes, maar op Twitter kwam het allemaal niet meer goed, zeg maar. Dus daar gaan we nu eens eventjes kijken. Het is echt hilarisch. Weet jij hoe zwaar een Snorlax is? Zwaar genoeg om het ijs te breken. Ja, Lieselotte Bouwhof, ik moet jou even een shout-out geven, want je kwam er echt met 10 geweldige pick-up lines. Dus echt, ze zijn hilarisch. En Kevin Doom zegt, can I squirtle on your Jigglypuff? Oké, Marnix Westhuis zegt, mag ik je klooister verkennen vanavond? Wat zeg ik dat met een boerenaccent? Waarom Flareons are red, Vaporeons are blue. If you were a Pokémon, I would choose you. Oké, Kelly kwam met een geweldige die eigenlijk heel gemeen is. You're just like a Pidgey. You're annoying, but easy to catch. Ik zou die niet gebruiken, Kel. Niet doen. Hoi, ik ben Ash. Wil je aan mijn Ekans slingeren? Dat kan echt niet dit. Als jij nou even op mijn dik let. Deze Metapod gebruikt harden als die je ziet. Oké, ik kreeg van een aantal vrienden kreeg ik er nog een paar binnen. Die ook echt veel te ver gaan. Die mogen blij zijn dat ik je naam niet ga noemen. You make my Gyarados hydro pump. God damn. Oké, het is de laatste. Hey, als je eenzaam bent, wil ik wel even op je dik letten. Oké, en als allerlaatste bonus vroeg er iemand aan mij, heb je wel eens een duck trio gehad? Oké, deze video was gewoon super vaag en super kort, maar ik wilde gewoon eventjes dit maken. Want ik kwam op het idee en ik kreeg jullie reacties binnen en ik ging gewoon helemaal stuk ervan. Er komt nog een Pokémon Go video aan die ik al een tijdje geleden, anderhalf à twee weken geleden heb opgenomen voordat ik op vakantie ging. Toen had ik problemen met mijn pc en kon ik het niet editen. Nu kan ik dat hopelijk wel. Alles werkt nog zo als het moet. Die komt dus ook nog online, dat beloof ik jullie, daar ga ik mee bezig. En als jij nog een leuk idee hebt voor een Pokémon gerelateerde video, zet dan even in de reacties en let me take a Pikachu.
Damn, nee, die past het niet in die zin. Wat ben ik aan het doen? Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en voor het inzenden van deze super grappige picket lines. Jullie maken mijn dag en bedankt voor de steun op de video van gisteren. Echt dikke vette liefde. Ik zie jullie in de volgende video weer. Bye bye.